Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde en Tiga Health and Beauty Bokstel. Ja, dames en heren, welkom bij deze speciale Domland Live verkiezingsuitslaguitzending. We gaan heel de nacht of avond eigenlijk door, dus het wordt een lange avond, want we willen natuurlijk precies weten wat de uitslagen hier vanavond in de gemeente Bokstel, Lennenzeuvel, Liemt gaan zijn. U kunt ons volgen via Ziggo natuurlijk, maar als u geen Ziggo heeft, kunt u ons volgen op KPN 1465 of via de livestream van omroepdommeland.nl. Of de lokale omroepen-app, en daar kunt u het ook op zien. Dus ik zou zeggen, neem lekker een kopje koffie, neem wat chipjes. We hebben hier lekkere hapjes staan, we hebben pepita-mix staan. Het kan niet op. Ik ga hier vanavond een aantal interviews doen met mensen hier uit de omgeving. Die iets met de politiek hebben of hier die lokaal een bedrijf hebben, et cetera. We hebben ook een politiek verslaggever, dat is Michel van der Steen. En die gaat alle interviews doen. Michel, hoe gaat het bij jou? Wij gaan deze avond van alles beleven. We gaan heel erg veel mensen aan het woord laten. Lijsttrekkers, maar ook gewoon hier bezoekers die hier voorbij komen. En gaandeweg krijgen we ook allerlei resultaten binnen. En die resultaten die gaan we natuurlijk ook voorleggen aan alle lijsttrekkers. En vooral horen wat zij daarvan vinden. Gaandeweg de avond wordt dat langzaamaan steeds wat duidelijker, dat beeld. En dat zou dus kunnen betekenen dat het best wel laat kan worden. Ja, een spannende avond, zei ik al. En waarom zou dat wel eens een hele spannende avond kunnen gaan worden? Nou, als we kijken naar de politiek hier in Bokstel, dan is dat verdeeld in drie kernen. We hebben Bokstel, we hebben Liemt en we hebben Lennenzeuvel. En in deze drie gebieden, daar zijn hele typische problemen. En als we hier in Bokstel kijken, dan is dat natuurlijk de autotunnel of de fietstunnel. In Lennenzeuvel, daar spelen weer hele andere problemen. En in Liemt, daar gaat het vooral om de huizenbouw. Met betrekking tot Lennenzeuvel, daar hebben we ook veel gehoord over het biomassaplein. Dus dat kan dus betekenen dat de mensen die daar stemmen, een heel ander stemgedrag laten zien dan dat we hier zien in Bokstel. En dat niet alleen, het zou ook nog heel erg goed kunnen zijn dat de stembureaus rondom die gebieden, denk bijvoorbeeld aan de verkeerstunnel hier, dat die mensen ook heel erg anders gaan stemmen. Dus alles bij elkaar belooft het een hele spannende avond te worden. Wij gaan u deze avond daarin meenemen. En we hopen dat u ook met veel plezier naar deze uitzending gaat kijken. Nou, we gaan weer eventjes terug naar Geert. Dankjewel. Oké, Michel. Ja, het belooft volgens mij een hele lange nacht te worden. Zoals ik net al zei, ik blijf hier gewoon staan. Ik ga u heel door deze avond en nacht doorpraten. Met een x-aantal gasten die ik hier aan mijn mooie tafel zal krijgen. We hebben flink wat lampen hier op ons staan, dus het zal een warme avond gaan worden, verwacht ik. Met alle gasten die hier dadelijk ook nog gaan aanschuiven. Ja, we gaan eerst beginnen met hier een tweetal gasten bij mij. Vertel, wie zijn jullie? Ik ben Wiebe Leijer, ik ben campagneleider voor D66. En ik ben onderdeel van onze Bokstelse politieke jongerengroep die we een tijdje terug hebben opgericht. Ja. En wie ben jij? Ik ben Jet Winkler, 20 jaar en ik ben kandidaat raadslid voor PvdA GroenLinks en ook onderdeel van de jongerencommissie. Ja, want jullie zijn hier natuurlijk niet voor niks, staan jullie hier bij mij, want jullie zijn een fantastische actie gestart. Vertel. Ja, we hebben denk ik een week terug, dus op het hoogtepunt van de campagne. En als politiek actieve jongeren houden we natuurlijk het lokale nieuws ook goed in de gaten. Dus ik zag ergens voorbij komen dat er was ingebroken bij de voedselbank. Yeah. En eigenlijk is bij iedereen, je heeft dezelfde reactie. Je blijft, plat gezegd, al met je poten van andermans spullen af. Bizar, hè? Waarom helemaal breek je in bij een voedselbank? Ja, je steelt indirect van de mensen die het hardst nodig hebben. Yeah. Dus onze reactie was wel eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus ik had het in de, we hebben een groepsapp, want daar delen we dan vaker dat soort dingen. Gooi ik het balletje of kunnen we niet iets doen? En je kunt het niet als ene partij doen, want ik was ook al een beetje bang in een campagne, dan krijg je het verwijt dat je het als campagnestunt gebruikt. Ja, en dat wilden we dus niet, want we wilden het niet politiek maken. Dus toen dachten we, nou, als we nou als jongeren van alle partijen gewoon het initiatief breed starten en kijken of er aandacht voor is.
aandacht voor kunnen krijgen. En dat pakte het lokale nieuws al vrij snel op. Dus er kwamen ook al vrij snel wat kleinere donaties binnen op onze website die we hadden opgezet, heel snel. En toen hebben we van Brabant Centrum het debat die avond, hebben we eigenlijk de hele avond met een doos rondgelopen en gewoon bij de lokale mensen wat geld opgehaald. Wat vindt de voedselbank er eigenlijk van? Ja, die vinden het helemaal geweldig. Ik heb de voorzitter nu een paar keer gesproken. En die zijn natuurlijk met alle aandacht en met alle hulp zijn ze blij. Want ze hebben sowieso natuurlijk al behoorlijk wat sponsoren nodig om rond te komen. Ja. En ik kan me voorstellen, zeker als dit zo gebeurt, dat je wel wat extra steun kan gebruiken, zou ik maar zeggen. Hoe ervaar jij het eigenlijk? Wat voor reacties krijg je? Nou, ik moet zeggen, de actie is bij mijn omgeving nog niet heel erg binnengekomen, als ik eerlijk moet zijn. Mm-hmm. Maar de reacties zijn gewoon heel goed. Het is er op het algemeen, heeft iedereen wel dezelfde mening van, nou, je steelt van de armste mensen en dat hoor je gewoon niet te doen. Ik wil jullie heel erg danken. Ik hoor dat we hier volgens mij naar de burgemeester gaan. Of niet? We gaan naar de burgemeester. Welkom allemaal. Welkom naar een drukke periode voor sommigen van het leiden van campagnes. Het racen door de straten van Bokstel. Het plakken van posters. Het is echt geweldig geweest wat ik gezien heb. Want als één ding mij duidelijk is geworden, is dat in ieder geval bij de mensen van de... Maar ik denk ook bij de mensen in Bokstel, en ik hoop dat die opkomst vanavond hoger is dan 50%, de democratie leeft. En dat we dat met elkaar ook zo verder kunnen dragen. Jullie hebben er in ieder geval, en daarvoor geef ik een heel groot compliment, met z'n allen heel veel aan gedaan. En ik denk dat je moet beginnen met een groot applaus voor jullie zelf. En dan uiteindelijk is die dag afgelopen. Om 9 uur gaan de stembureaus dicht. En dan wordt het toch langzaamaan spannend. Spannend. Ik voel het zelf ook. Ik zie iedereen rond me heen. En die mensen hebben die spanning. Je hebt er toch veel voor gedaan. Je hebt er de afgelopen 4 jaar voor gewerkt met z'n allen. Maar daarnaast is er ook natuurlijk de campagne geweest. En dan wil je toch uiteindelijk weten wat levert dat nou. Nou, dat gaan we vandaag. Wat we gaan doen vanavond, hoe gaan we de stemmen en de uitslagen naar u toe brengen? We krijgen uitslagen van 15 stembureaus. We gaan het in 5 blokken van 3 stembureaus aan u presenteren. Na elk blok van 3 stembureaus krijgt u een tussenstand. Dus dat betekent dat we iedere keer wachten tot we 3 stembureaus bij elkaar hebben. En daar een mooi overzicht van u geven wat het dan betekent. En dan kunt u ook zien, we gaan nog wat verschillen presenteren en zo. Dus volgens mij kunnen we u heel veel informatie bieden. Met een mooi programma van staafdiagrammen. En dat moet goed zijn. Dus ik ben vanavond... Maar het verschil is natuurlijk dat ik een blauw pakje aan heb... En ik kan niet swipen vanavond, dus het zal toch met een druk op de knop gaan gebeuren. Maar ik hoop dat ik u toch goed kan faciliteren vanavond. Na 15 stembureaus krijgt u een voorlopige eindstand. Een voorlopige is natuurlijk altijd een voorlopige eindstand, want uiteindelijk moet alles opgemaakt worden, een proces verbaal, voordat we u de echte uitslag kunnen geven. En dan krijgen we gelijk de berekening van de restzetels zoals we ze nu uit de voorlopige einduitslag kunnen halen. Nou, tussen de uitslagen door gaat Omroep Dommeland. En ik wil voor Omroep Dommeland ook even een applaus. Ze zijn de hele dag bezig geweest hier om alles klaar te zetten. Ze hebben een hele studiokamer ingericht. Omdat ze vanavond heel graag live willen verslaan wat hier vanavond gebeurt. Een applausje voor Omroep Dommeland en alle vrijwilligers. Zij zijn live vanavond en dat is natuurlijk geweldig. En daarom kost het ook zoveel moeite om dat allemaal opgebouwd te krijgen. Dus hartstikke spannend met z'n allen. Maar volgens mij hebben ze dat heel goed gedaan en gaat het lukken vanavond. Ze gaan ook wat rondlopen en wat interviews bij u afnemen. Dus u moet zelf maar even kijken of u eraan mee wil werken of niet. Ik zou het gewoon doen, want het is gewoon hartstikke leuk om op onze eigen lokale omroep te komen. Daarnaast is het ook mogelijk om te twitteren. En dat kun je met z'n allen doen via hashtag Bokstel kiest. Goed, dan ga ik even kijken of er nog meer te melden is. Nu moet ik al eentje doorschakelen aan je. Of ben ik klaar zo? Nog eentje door. Goed,
in de link beneden. Dat hebt u misschien ook al gezien. Daar staat een geweldig duo dat u vanavond ook nog met een lekker muziekje gaat begeleiden. Ze vroeg aan mij al of ik een liedje gespeeld wilde hebben. Ik zeg nee, dat moet je vooral vragen aan de mensen die hier zijn. Ik weet ook niet of ze alles kunnen spelen, maar volgens mij zijn ze hartstikke leuk. Ik heb het net even gehoord. Mooie kwaliteiten, dus dat gaat helemaal goed komen. Een hapje en een drankje kunt u daar ook halen. Nou, zijn er uitslagen bekend, dan stoppen we iedere keer, dan stopt de band ook. Dan luiden we de bel om u allemaal weer hierboven te krijgen. Dat u allemaal kunt kijken naar dat spannende moment. Goed, presentatie gemist. Dan kunt u toch eventjes weer nakijken op Twitter. Hashtag Boksel kiest. En daar staan dan ook weer de tussenstanden op. Moet ik er nog eentje door doen aan jou of ben ik zo klaar? Nou, ik weet niet hoe laat de eerste komt. Tussen 10:30 en 11:00, denk ik zo'n beetje. Hoop ik. En ja, veel succes. En sterkte vanavond, zal ik maar zeggen. Veel plezier. Van onze burgervader Mark Buijs. Hij zei al, het wordt een lange avond. Dus ik hoop dat u een lekker kopje koffie heeft. Of een biertje of een wijntje. Lekker hapje erbij. We zijn van start gegaan. De verkiezingsuitslagen vanavond. Wat gaat het worden? Er komen verliezers, er komen winnaars. Het belooft een spannende avond te worden. Voor de mensen die geen Ziggo hebben, u kunt ons ook zien op KPN 1465 of de livestream via www.omroepdommeland.nl of download de app, de lokale omroep app. De gemeentelijke politiek, hoe werkt die nou precies? Daar hebben we een instart van. Kijk maar even mee. Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar? In Nederland hebben we bijna 400 gemeenten en 3 bijzondere gemeenten. Dat zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Maar hoe werkt dat precies? Elke 4 jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Hoe groot die raad is, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven hebben bijvoorbeeld allemaal 45 zetels. Vlieland moet het doen met 9 zetels. De gemeenteraad beslist wat er moet gebeuren, het college van BNW voert het uit. De raad controleert ook of het college dat goed doet. Vaak is wel duidelijk wat er moet gebeuren in een gemeente. Zo gaan ze bijvoorbeeld over de straatverlichting en het ophalen van het vuilnis. Dingen die toch wel moeten gebeuren. Maar of jij door het donker naar huis moet fietsen na het stappen en tot hoe laat je in de kroeg kunt staan, dat bepalen ze ook. Gelukkig heb jij veel invloed op de gemeentepolitiek. Raadsleden zijn makkelijk te benaderen via social media of je stuurt ze gewoon een mailtje. Je kunt zelfs aanwezig zijn bij een commissievergadering. Zo'n commissie bestaat uit specialisten van verschillende partijen die veel weten van één thema. Jij kan ook meepraten in een commissie, bijvoorbeeld door uitgenodigd te worden als het over jouw woonwijk of straat gaat. Je kunt dus ook na de verkiezingen meebeslissen in je gemeente. Ja, dan zijn we toch een stukje wijzer geworden. Ik vertelde het aan het begin van de avond al. We hebben onze eigen politiek verslaggever, Michel. En Michel die loopt hier als het goed is ergens rond. Michel, hoe gaat-ie? Ja, wat ik wil zeggen is dat het inmiddels al aardig druk is geworden hier. Je hoort het misschien ook al een beetje aan het groezemoes. En ja, wat ik ga doen, ik ga gewoon eens eventjes een stukje rondlopen. En ga u eens meenemen in de sfeer hier. En ik zou zeggen, komt u maar eventjes mee. Nou, ik denk dat we hier zo'n beetje bij allemaal mensen van Balans staan. Ik zie hier bekende gezichten. Maar ik denk dat het wel leuk is om eens een persoon aan te spreken die ik zo niet direct ken. En ik ga eens even vragen of hij misschien van Balans is. Meneer, mag ik u iets vragen? Ik zie u hier volgens mij bij de groep van Balans staan. Klopt dat? U bent van Balans? Ja, ik ben lid van Balans. Ja. U staat ook op de lijst? Nee, ik sta niet op de lijst. Op de lijst, nee. U hebt het wel actief gevolgd? Jazeker. Ja. Wat vindt u van de campagne die Balans de afgelopen tijd heeft gevoerd? Nou, we hebben actieve campagne gevoerd. Overal de heel Boksel. En hebt u zo'n beetje de verwachtingen? Wat zijn uw verwachtingen? Ik denk dat ze de grootste worden vandaag. De grootste? Dat zijn hoge verwachtingen? Vorige keer net niet, dus. Nou, Waar zou u graag mee zien dat ze mee zouden gaan samenwerken als zij de grootste zouden worden? Want dan hebben ze het natuurlijk ook voor het zeggen. Waar zou u dan, met welke partijen zou u dan graag een samenwerking willen zien? Ja, daar zal de toekomst uit moeten wijzen. Daar kan ik nou op het moment, daar zal er aan liggen waar die anderen aan stemmen krijgen. Dus. Ja, natuurlijk. Het hangt natuurlijk van de zetels af die gaan komen. Maar het heeft ook een beetje te maken met de samenwerking. Dus u als Balans lid,
Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Welke partij heeft de meeste matches met balans? Ja, degene die toch ook zijn dat de spoortunnel autotunnel wordt. Dus daar... De VVD bedoelt u? Onder andere, D66, ik denk dat die kan nog wel een beetje... D66 ook. Nou, dank u wel. Oké. Nou, we gaan nog eventjes een stukje verder lopen. Eens even kijken of we nog een andere partij kunnen vinden. En we lopen eens even naar deze kant. En we zien hier wat andere mensen staan. We zitten hier een meneer vooraan. We gaan nog eens even vragen. Dag meneer. Mag ik u vragen in welke hoedanigheid u hier bent? Ik ben een stemmer. U bent een stemmer? Oh, helemaal geweldig. Ik ben 4 jaar geleden ook hier geweest. Het was best gezellig. Ik denk, kom vanavond even kijken. Maar het feest moet nog beginnen, dus ik ben eigenlijk een beetje vroeg. En ik zit het maar een beetje op afstand te bekijken. En ja, ik heb wel iets met Bokstel. Dus, met de politiek, die hebt u actief gevolgd? Ja, ik volg het wel, maar ik ben zelf niet actief in de politiek. Maar ik vind wel, ik heb wel iets met Bokstel en met de medemens in Bokstel. Dus ja, ik vind het wel leuk. Welke thema's, u hebt gestemd neem ik aan overigens? Ja, ik heb gestemd, ja dat klopt. Wilt u dat bekendmaken of zegt u dat hou ik liever voor me? Dat is aan u hoor. Nou, ik kan een beetje mijn strategie uitleggen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem ik meestal op een persoon. Bij de provincie stem ik meestal op een lokale provinciale partij. En landelijk stem ik op een landelijke partij. Dat is eigenlijk mijn strategie. Maar bij de gemeente stem ik op een persoon. Die mij lief is. Dus u stemt vooral op de persoon. En, maar dat moet dan wel overeenstemmen met de thema's. Kijkt u daar ook naar? Ja, daar kijk ik zeker naar. Dus en dat is natuurlijk, dat is een voorwaarde. En dat is dan ook. Ik heb natuurlijk meerdere personen en daar kies je er een die ook politiek het kortste bij je staat. Dus, maar het is gewoon een SP, dus. De SP, ja. Ik vind er een paar goede dingen in zitten. Dus ja, daar heb ik vrede mee, ja, dat klopt. Wat vond u nou, u hebt al gezegd ik stem voor de persoon, maar wat vond u nou op nummer 1 staan waarvan u zegt ja, dat vind ik toch wel echt iets waarom ik op de SP zou gaan stemmen? Ja, dus niet op de persoon, maar op de SP. Puur qua programma, het SP-programma, wat spreekt u daar vooral in aan? Nou, het centrum, inrichting van het centrum. En ja, de... ze hebben ook een... Met de spoorlijn, dus de ontwikkeling van de spoorlijn. En ja, het sociale gebeuren dus, hè, dus naar de mens toe. Vind ik wel aanspreken van de SP, ja dat klopt. Hebt u ook al partijen in uw hoofd, stel dat de SP de grootste partij zou worden hier in Bokstel. Waarvan u zegt, nou ik zou heel graag zien dat de SP daarmee zou gaan samenwerken. Zou dat bijvoorbeeld de huidige coalitie kunnen zijn of zou u daar graag veranderingen in zien? Ja, nou, ik ben niet zo, heb ik me nog niet zo in verdiept in de coalitie. Want dan zou ik van alle partijen precies moeten weten wat hun voorstaat. Ik heb wel het lijstje gezien met de plussen en de minnen, heb ik nou gekeken. En ja, wie komt daar het kortste bij? Nou, ik denk dat het wel moet kunnen met... die nu nummer 1 staat, combinatie. Combinatie 95. Combinatie 95, dat zou wel moeten lukken, dacht ik. Ja. Zit u nu ook in de coalitie, dus dat zijn er dan al 2. Ja. Nou, dank u wel. Ja, oké, graag gedaan. Hè? Ja. Nou ja, we hebben inmiddels al 2 mensen gehoord, een hele andere mening. We gaan er toch nog een stukje verder. We gaan wat dieper hier in de raadzaal. En ja, iedereen is hier heel erg druk in gesprek, dus... Ik hoor mijzelf iets minder goed, maar dat maakt niet uit. Volgens mij zijn dit weer mensen van balans. En volgens mij zie ik hier wat mensen van combinatie 95 en de SP. Nou zoek ik eigenlijk iemand van een andere partij, omdat we net de SP hebben gesproken. Dus ik ga hier even wat dieper in. Dus eventjes kijken hoor. Meneer, zou ik u mogen onderbreken? Natuurlijk. Zou ik u mogen vragen waarom u hier bent? Jazeker. Ik ben de zoon van Peter van der Wiel, dus ik kom mijn vader steunen. Dan weet ik al waarop u gaat stemmen. Ja, absoluut. Combinatie 95, zeker. Welke, stel dat combinatie 95 de grootste partij zal gaan worden. Ja. Welke partijen ziet u daar graag naast? Zie ik daar graag naast? Ik zou graag een inbox en een NSP naast zien. Maar
het is gewoon belangrijk dat ze er samen uitkomen en dan zullen we het uiteindelijk al zien. En dan een persoonlijke vraag. Hoe vindt u dat uw vader het heeft gedaan? Ja, fantastisch. Daarom zijn we hier ook om onze steun te betuigen. Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik ken niemand in mijn leven die zo hard zijn best doet aan zijn pap. En die er zoveel voor laat en zo hard werkt. Dus hij doet het echt fantastisch. Gaat u zelf ook de politiek in? Nee. Hij heeft het vaak geprobeerd. Maar dat is niet mijn ambitie. Nee, absoluut niet. Nee. Toch niet. Maar u bent hier puur om uw vader te steunen. Ja. Nou, dat is heel erg mooi. Zeker. Nou, dank u wel. Nou, dit was het voor dit moment. We gaan weer eventjes terug naar Geert. En zometeen ziet u ons weer terug met wat nieuwe interviews. En hopelijk ook wat verse uitslagen. Zodat we een beetje al een idee hebben van ja, welke kant het op zou gaan. Heel spannend toch. Terug naar Geert. Ja, daar zijn we weer. Ik zie hier alles heel mooi op mijn schermpje voorbij komen. En dan zegt iemand, we zijn natuurlijk live. Hè? Nee, we gaan naar een instart. Nee, we blijven toch bij jou. Dus we zijn weer hier. Heel mooi voor jullie om te weten. Ik zie net een exit poll uit Amsterdam binnenkomen. Onze eigen hoofdstad. Die exit poll is afgenomen door Ipsos. En daar is GroenLinks veruit de grootste partij op dit moment. En Forum voor Democratie heeft 2 zetels in Amsterdam. Ik hoor hier een bel gaan. Dat betekent dat we hier in Bokstel de eerste uitslag gaan krijgen. Spannend. Langzaamaan zullen de raadsleden hier naar boven komen van de verschillende partijen. Het belooft een lange avond te worden. En, dus ik zou zeggen, we gaan gewoon naar de burgemeesters toe. Hij begint al te praten. De bel is gegaan, dus dat betekent dat we 3 uitslagen binnen hebben. En Anja, vertel mij eens, welke uitslagen hebben we binnen? Dit is overigens Anja Kooistra, onze medewerker communicatie. Die rond de verkiezingen heel veel geregeld heeft. Klein applausje voor Anja. Dankjewel, Mark. Anja, welke uitslagen hebben we binnen? Wij hebben binnen het woonzorgcentrum Simeonshof als allereerste waren die binnen vandaag. Daarna kwam de basisschool De Vorsepoel binnen. En het gemeenschapshuis De Orion hebben we ook al binnen. In de percentages over 3 stembureaus. Betekent dat, Anja, en zeg als ik het goed heb, dat voorlopig 15,6% voor de combinatie 95 is. 23,7% voor balans. 14% van de stemmen voor de SP. 14,4% van de stemmen voor het CDA. 8,5% voor Inbox. 5,9% voor PvdA GroenLinks. 10,2% voor D66. En 7,6% voor de VVD. Dat was het, denk ik, Anja, van al wat we konden laten zien tot dit moment. Dat was hem. Ik kom straks weer bij u terug als we de volgende blok van 3 stembureaus bij elkaar hebben. Sterkte ermee. Ja, dit is spannend. Je hoort gejuich, je hoort ook mensen een beetje jammeren, balen. Maar ja, goed, we zijn pas aan het begin van de avond. Er moeten nog een heleboel stemmen binnenkomen, dus... Er is nog niks bekend, maar wat we nu eigenlijk zien is dat de balans toch wel een grote winnaar aan het worden is. PvdA GroenLinks naar beneden. Wat in vergelijking met onze hoofdstad Amsterdam best wel gek is. Want in Amsterdam is GroenLinks op dit moment volgens de exit poll een van de grote winnaars. We hebben met de omroep de afgelopen weken een aantal lijsttrekkers gevolgd in het programma Kies. Daar hebben we een compilatie van. Kijk even met me mee. En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Hallo, ik ben Marielle van Alphen. Ik ben 44 jaar, getrouwd, moeder van 3 kinderen. En ik ben er trots op om voor de eerste keer lijsttrekker te zijn van de mooie partij Balans. Hallo, ik ben Helene van Nas, lijsttrekker voor CDA, Boekstel Liem de Lennersheuvel. Wij zitten nu in de oppositie en we willen graag naar de coalitie de volgende periode. Ik ben Peter van der Wiel, lijsttrekker van Combinatie 95. Vader van 2 schatten van kinderen, Mercedes en Tarren, en gelukkig getrouwd met Marie-José. Ik ben Jos Hegeman, lijsttrekker D66 Boekstel. Getrouwd, 3 kinderen en in het echte leven directeur sector zorg en welzijn van de Gildeopleiding. Nou, mijn naam is Herman van Wanrooy. Op dit moment ben ik wethouder
voor onze partij Inbox. En de eerstkomende weken ben ik daar ook lijsttrekker van. Dag, ik ben Anja van der Einden, fractievoorzitter PvdA GroenLinks. Lijsttrekker nu voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het belangrijkste wat ik hier wil doen, dat u ziet wie ik ben en waar ik voor sta. Mijn naam is Erik van den Broek. Ik ben lijsttrekker van de SP. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in Bokstel. En wij gaan voor een sociaal Bokstel. Ik ben Dim van der Vries. Op dit moment fractievoorzitter van VVD. En voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker. Nou, de eerste woorden heb je me al in mijn mond gehaald. Ik wil inderdaad vooral iedereen erop wijzen. Ga stemmen. Doe mee. En laat in feite horen wat je vindt. Vervolgens vind ik het belangrijk dat iedereen in Bokstel ook beseft dat we heel veel kansen hebben. Dat we een mooie Bokstel hebben. En dat we successen die we hebben ook moeten gaan vieren. D66 doet er heel graag ook een eigen bijdrage in. In goed wonen, goede zorg en goed onderwijs. Dus nogmaals, kom allemaal naar de stembus. En laat u horen. Dan gaan wij u graag zien. Dank u wel. Op 21 maart mag u weer uw stem uitbrengen. Ga stemmen. En stem op de SP. Dat is de grootste garantie dat Bokstel een sociaal gezicht houdt. En ik wil weer wethouder worden. En hoop als wethouder dat te kunnen waarmaken. Ja, ik wil u zeggen, kies. Kies ook vooral PvdA GroenLinks. En waar het ons om gaat is, als er eigenlijk, dat krijgen we terug, als er eigenlijk twee mensen in de raad zijn die een verstandige beslissing kunnen nemen. En die kunnen zeggen, jongens, laat even de politiek voor wat die is en de waan van de dag. Maar mik op, denk aan waar het in Bokstel om gaat. Als u gewoon verstandige beslissingen wil, kies dan PvdA GroenLinks. Zoals u op de spandoeken heeft kunnen zien, is VVD Bokstel het afgelopen jaar aanzienlijk verjongd en vernieuwd. Daar ben ik blij mee en daar ben ik trots op. Wij hebben een ontzettend enthousiast, ambitieus jong team. Ze staan in de startblokken om deel uit te maken van het politieke veld in Bokstel. Ze hebben heel veel informatie opgehaald al. En wij gaan ervoor dat we de komende tijd met meer dan één zetel mogen zitten. Hallo, het CDA staat voor leefbaarheid, verkeersoplossingen, woningbouw en seniorenbeleid. Wij gaan echt voor die leefbaarheid. Met name blauw parkeren in het centrum hier. Maar de voorzieningen die wij willen behouden voor heel Bokstel, er is heel veel bezuinigd. Wij willen dat beter inzetten, de eerlijke verdeling daarvan maken. Leefbare wijken, veilige wijken, dat is waar wij voor gaan staan. Wij gaan niet voor geldverslindende projecten zoals de Stadskunstenaar. Wij gaan voor leefbaarheid. De kijkers, ik wil u graag oproepen om te gaan stemmen op 21 maart. En als u kiest voor balans, dan kiest u voor een duidelijke visie, voor daadkracht. En wij vinden dat er meer balans mag zijn in het gemeentebestuur. Samen met onze kandidaten willen wij samen met u de handen uit de mouwen steken en ervoor gaan. En u kunt op ons rekenen en wij rekenen op uw stem op 21 maart. Een stem op combinatie 95 is een stem op een stabiele inhoudelijke partij die breed gewaardeerd wordt in Bokstel, Lennersheuvel en Liemde. Een partij die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de duurzame ontwikkeling van Bokstel. Zodat wij het nu goed hebben, maar dat dat niet ten koste gaat van latere generaties. Combinatie 95 wordt gesteund door een brede actieve achterban. Samen zorgen voor nu en morgen. Ben ik 4 jaar geleden de coalitieonderhandelingen met combinatie 95 en onder andere de SP zijn gestart. Dat was als eerste item. We gaan uitvoeren die zaken die de afgelopen periode door de gemeenteraad zijn besloten. En wat ik zojuist zei in het filmpje, we hebben op de een of andere manier hebben we toch een complexe gemeente. Dat heeft er onder andere mee te maken dat wij op het moment dat die gemeenteraad het besluit heeft genomen, met z'n allen de schouders eronder moeten zetten om er iets van te maken. Tja, mooie promotie kunnen ze niet meer doen, want de stemmingen zijn natuurlijk al geweest. Hè? Welkom nogmaals hier bij het live verslag, hier vanuit het gemeentehuis in Bokstel. Het belooft een mooie avond te gaan worden voor sommigen en voor sommigen misschien ook niet. We hebben net de eerste stemmingen binnen. Onze politiek verslaggever Michel van der Steen die is hier ergens in de zaal. Michel,
Ja, de uitslagen. De eerste hebben we net gehoord van de burgemeester. Toch een aardige verschuiving en vooral een behoorlijke stijging voor balans. Ik ben vooral ook heel benieuwd hoe de huidige nummer 1, de combinatie 95, daarover denkt. Het is natuurlijk een prognose, maar goed, het zijn drie stembureaus die we nu hebben. En hoe zij daarnaar kijken, of ze eventueel een samenwerking zouden zien. We gaan eens iemand vragen van combinatie 95. Hoe zij dat zouden vinden om met balans eventueel samen te werken. We lopen gewoon eens eventjes naar deze groep mensen, want volgens mij zijn dit allemaal mensen van combinatie 95. Hallo, zou ik u even mogen storen? U bent volgens mij van combinatie 95, hè? Ja. U heeft net de uitslagen gezien. En mijn eerste vraag is, wat vindt u ervan? Dat we stabiel zijn, hetzelfde ongeveer als de vorige keer. Ja, u zijn nu nummer 1, het is natuurlijk nog maar een prognose, we hebben er nog maar 3. Als je nu gaat kijken, dan zie je dat balans een aardige stijging heeft gekregen. Nou ja, stel dat dit zich zo zal gaan voortzetten en balans zou bij jullie aankloppen. Wat zou dan een eventueel antwoord kunnen zijn? Dat denk ik niet. Dat zou jullie zien geen samenwerking met balans zitten? Balans heeft een duidelijk breekpunt aangegeven en dat is de tunnel onder het spoor. Wij zijn voor een fietstunnel en zij zijn voor een autotunnel. Dus u zegt eigenlijk, dat is eigenlijk ook ons breekpunt? Nee, dat is een vaststaand feit. Het is geen breekpunt voor ons. Ja, u wilt er niet over onderhandelen. Dus als zij het als een breekpunt zien en u wilt er niet over onderhandelen, dan betekent het dat het dus ook een breekpunt is voor combinatie 95? Nee, voor combinatie 95 is het een vaststaand besluit. Het is geen breekpunt, het is gewoon een vaststaand besluit. Dus daar valt niet over te onderhandelen. Ja. Nou ja. Ik zie daar niet hetzelfde als een breekpunt. Ja. Nou ja, goed, ze hebben het is natuurlijk een punt wat al heel erg lang leeft binnen de politiek. Maar het staat gewoon nu op de politieke agenda. Ze hebben er actief campagne mee gevoerd. Er heeft hier een trein in het dorp rondgereden. En u zegt het is een vaststaand gegeven. Nou goed, als we kijken wat zij graag willen, is dat er opnieuw gesproken gaat worden. Dus ja, ze staan natuurlijk haaks op wat jullie vinden. Maar als ik het zo van u hoor, zegt u, als ze bij ons aankloppen, het heeft eigenlijk geen zin. Ja, dat klopt. Daar hebben we het afgelopen vrijdag hier in het politieke debat. Is hetzelfde verwoord als wat ik nu zeg. Dus, nee. Nou, duidelijk. Jullie staan nu nog op nummer 2. Wat verwacht u? Gaan jullie dat nog herstellen naar... Want jullie staan nu op nummer 1, hè? Nog bij de huidige samenstelling. Wat zijn uw verwachtingen? Wij zijn een positieve partij, dus ik verwacht dat we dat gaan herstellen, ja. In welke stemlokalen denkt u dat u die winst nog gaat pakken? Sowieso in Liemde. En weet ik het niet. Niet te zeggen, in ieder geval. Maar ik denk gewoon in de hele breedte. Maar we hebben nog... 12 stembureaus te gaan. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, het zegt natuurlijk iets, hè. Dus, het is een beetje, bijna zoiets als een exit poll. Alleen er kan in dit geval wel een verschil bestaan tussen de verschillende stemlokalen. Ja. Dus waarom dacht u specifiek Liemt dat u daar nog extra winst gaat pakken? Nee, niet zozeer de winst, maar daar blijven we zeker stabiel. We zijn uiteindelijk... De grondleggers van de partij zijn in Liem begonnen en we hebben ons sinds 1995 geprofileerd en uitgebouwd naar een Bokstelse partij. We hebben ook mensen zowel uit Liem, de Lennesheuvel als Boksel op de lijst staan. Dus, er zijn heel veel mensen in Liem die heel hard campagne gevoerd hebben. Samen met ons, onze hoogste jongere die staat op nummer 3 en dat is een Liemdenaar. Dus ik verwacht dat de jongeren, waar een heel groot appel op is gedaan, dat die daar gehoor aan gegeven hebben. Nou, dat gaan we dan afwachten. Dan komen we straks misschien nog even bij je terug of een van de andere partijgenoten. Dat jullie nog wat extra omhoog kunnen gaan. Dat wordt nog heel spannend. Ja. Nou, dank u wel in ieder geval. Ja. Dank u wel. Nou gaan we toch nog eens eventjes terug. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Of balans al heel erg aan het juichen is. Dus we gaan eens eventjes naar die kant toe. Dan lopen jullie even mee. Even kijken. Volgens mij kom ik hier weer binnen de club van balans. We gaan eens even iemand vragen. Meneer, u bent van balans, denk ik? Dag, heren. Nou ja, u staat bij allemaal mensen met een gezicht van balans. U bent ook van balans. Ja, ik ben de vader van Marielle.
U bent de vader van Marielle. Ja. Kijk eens aan. Zeg, ik heb net, u hebt net ook de resultaten gezien. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat we eigenlijk al met 1-0 voor staan. U zegt al, we kunnen gewoon al juichen. Nee, we mogen nog niet gaan juichen. Nee, zeker niet. Dat nog niet. We moeten rustig onze tijd afwachten. Dat is het beste. Ja. Ik snap het. Zeg, ik ben net bij Combinatie 95 geweest, de huidige nummer 1. Hoe kijkt u daarna? Stel dat, gaan jullie daar... Over buurman, Peter. Kijk eens aan. Dus op zich zou het nog wel kunnen, of niet? Ja, natuurlijk. Ik praat gewoon tegen Peter. Ik heb niks tegen Peter. Zeg, ik vind het heel leuk dat ik tegenover de vader van Marielle sta. Hoe vindt u dat zij het heeft gedaan? Nou, ze heeft er heel hard aan getrokken. Met z'n allen zelfs. Niet Marielle alleen, maar met z'n allen. We hebben veel campagne gevoerd. Met het treintje, 3 dagen rondgereden door Bokstel. Van alles. We zijn overal geweest, bij bejaardenhuizen, overal. De mensen moeten allemaal mee kunnen genieten van wat de partij doet ook. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Nou, duidelijk. Waardoor denkt u dat er nou zo'n winst is? Want op sommige stembureaus was er een enorme winst. Maar ik denk Lennis Heuvel ook een enorme goede opkomst. Dat heb je zelf gezien, neem ik aan. 61 zoveel procent. Ik vind dat knap. Voor zo'n klein... Duidelijk. Van Bokstel. Ik vind het knap dat er zoveel opkomst is. Ja, niet overal was heel veel opkomst, maar daar was inderdaad een behoorlijke opkomst. Ja. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Succes verder. Dank je. Nou, we gaan nog eventjes nog iemand van Balans vragen. Nog eens even, omdat het toch wel heel erg... U mag een foto maken, hoor. Ja. Ik zie u al met een boekje staan. Mag ik u iets vragen? Kijk eens aan. U heeft net deze uitslagen gezien. Wat vindt u ervan? Ja, mijn eerste reactie is natuurlijk heel positief. We hebben al een paar honderd stemmen meer bij de eerste 3 stembureaus. Het is natuurlijk, de eerste gewin is kattengespin, laten we heel eerlijk zijn. We moeten nog maar eens een paar stembureaus verder kijken. Maar zoals het er nu uitziet is er echt een omslag. Waar ik van overtuigd ben dat het op termijn goed moet komen. Wat vindt u ervan dat ook bij Simeonshof veel stemmen naar Balans gingen? Ja, nou dat verbaast me eigenlijk, want dat is een gebied waar nou niet echt hele grote dingen hebben gespeeld. Kijk, Lennisheuvel was te verwachten. Rondom de Dubbele Overweg is ook wat te verwachten. Maar bij Simeonshof verwacht je niet die grote verschillen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Als ik u zou vragen, stel, dit wat we nu hebben gezien vanavond, dat zou een indicatie zijn voor hoe het daadwerkelijk gaat worden. Jullie komen als winnaar uit de bus. Misschien zijn we wat te vroeg, maar het zou zomaar kunnen, want ik zie hier al wat enthousiaste reacties en wel mensen die we gesproken hebben. Stel, jullie zijn de nummer 1. Met wie zouden jullie het eerste gaan praten? Laat ik zeggen, je kunt met iedereen gaan praten, maar waarvan u dus zegt dat het zijn serieuze partijen waarbij wij een coalitie zouden willen vormen. Als wij als winnaar vanavond uit de bus komen, dan gaan wij in principe met iedereen even in gesprek. Om eens te kijken van waar liggen nou de breekpunten en welke mensen, met welke partijen zouden we kunnen regeren. En daaruit voortvloeiend komt dan uiteindelijk een combinatie. Ik wil er niet op vooruit lopen. Dat zijn dingen die moet je zeg maar bekijken na de verkiezingen. Nadat de echte stemmen vrijdag zijn vastgesteld. Je ook weet hoe de voorkeurstemmen liggen. En dan pas echt kijken van met welke partijen moet je rond de tafel gaan. Ja, ik ben het u eens dat je dat natuurlijk dan pas kunt bekijken. Alleen ik heb toch net al van een aantal mensen gehoord. En ook overigens van de nummer 1 van uw partij. Dat er ook wel echt breekpunten zijn. En het breekpunt bij jullie is juist die autotunnel. Hè, waar jullie je heel erg sterk voor maken. Er zijn maar weinig partijen die echt zo voor die autotunnel zijn als jullie partij. En... Ja. U weet ook dat ik bij de Dubbele Overweg heb ik een voorstel ingebracht om daar een deeltijdtunnel van te maken. Dus een paar uur per dag open, want uiteindelijk heeft Bokstel maar 20 uur per week problemen met die Dubbele Overweg. Als je die 20 uur oplost en daar wel verkeer doorheen kan, daarin en eruit, dan zijn er geen problemen. Dus er zal ergens een compromis gevonden moeten worden als ze met Balans samen iets willen, partijen. Hoe dan ook. Dus er is een soort tussenvorm voor jullie mogelijk? Te vinden, altijd iets te vinden waarop je er met elkaar uit kunt komen. Maar alleen maar fietsers, dat zie ik dus niet gebeuren. Nou, duidelijk. Nou ja, wie weet, we spreken vanavond nog meer mensen. En ik kan het nog wel eens een keer in een gesprek naar voren brengen. Misschien dat ze zeggen, nou, daar zien we wel iets in. Op dit moment is het volgens mij alleen nog maar de VVD die wel voor een autotunnel is. Hoewel, daar ga ik zo meteen... D66 ook. Dus D66, Balans
En CDA die heeft het een beetje opengelaten. Ja, naar mijn gevoel. Maar goed, laten we nou eerst maar eens de uitslag afwachten. En dan eens kijken, als de stof is neergedaald, hoe je dan met elkaar... Er moet toch iets komen in Bokstel, dat er meer als zeg maar de helft van Bokstel tevreden is met een oplossing. En nu heb ik het gevoel dat half Bokstel niet tevreden is met de fietstunnel. Dat kan niet goed zijn. Duidelijk. Nou, dan laten we maar eventjes doen wat u zegt. Misschien dat we later op tafel nog eventjes terugkomen. Want dan hebben we inderdaad al iets meer uitslagen en dan is de stof al iets meer neergedaald. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, we gaan maar eventjes terug naar Geert. Ja, Michel, dankjewel. Ik hoor net dat de burgemeester zo weer met een aantal uitslagen gaat komen. Die zijn bekend. Er staan hier hele lieve mensen naast me, maar die ga ik straks interviewen. Dus jullie komen zo aan de beurt. Ja, u kijkt nog steeds naar de live registratie hier uit het gemeentehuis van Bokstel. Van de verkiezingsuitslagen natuurlijk. We gaan luisteren naar de burgemeester. Volgens mij hebben we de bel van de volgende ronde alweer gehoord. En gaan wij met u kijken naar het volgende drie stembureaus. En dat is Jeugdhuis Piers, Bredeschool de Wilgenbroek en het Urzelagebouw. Eens even kijken. Dat betekent dat op dit moment de combinatie 22,5% van de stemmen heeft. Balans 20,8, de SP 12,6, het CDA 13,3. Inbox 7,8, PvdA GroenLinks 6,2, D66 10% en de VVD 6,8%. En dat betekent dat deze percentages 6 van de 15 stembureaus die we nu gehad hebben bij elkaar opgeteld deze percentages geven. Bedankt, we melden ons weer op het moment dat het weer zover is. Onze burgemeester Mark Buijs. Spannend. We gaan eerst naar Michel toe, want Michel die is als het goed is hier ergens in de zaal. En we willen natuurlijk wel wat reacties van de mensen in de zaal horen. Dus Michel, ik zou zeggen, kom erin jongen. Ja, dankjewel. Dan zijn we weer op de vloer in de raadzaal. Ja, toch weer wat verschuivingen wat we ook al eerder hadden verwacht. We gaan maar gewoon eens eventjes de zaal in om de stemming te peilen. Dus lopen jullie maar even mee. Het is opvallend dat, dat was op zich goed voorspeld, dat ook combinatie 95 inderdaad toch weer wat gestegen is. We gaan eens eventjes kijken. Hallo. Zou ik iets mogen vragen? Ja, je mag altijd iets vragen. U bent volgens mij van combinatie 95? Ja, klopt. Dan heeft u net heel hard gejuicht, denk ik. Ja, ik was blij mee, dat klopt. Ik hoop echt dat we de grootste worden. Als je dan na 4 jaar regeren kunt doen, dan is het goed. Dan heb je het goed gedaan, denk ik. Op dit moment, ik had het net ook al eventjes gevraagd, is de nummer 2 balans. Ja. Ziet u er een mogelijkheid in dat jullie toch nog iets samen gaan doen? De nummer 2 op dit moment? Ja, ik zelf sta overal voor open. Ik denk alleen gezien het verleden, 8 jaar geleden, dat het heel lastig wordt. Omdat balans bijna alle punten het tegenovergestelde kiest van combinatie 95. Maar ik hoop echt dat het samen kan. En dat heel Boksel samen kan werken naar een beter Boksel. Maar ze zitten toch ook in de oppositie? Balans, op dit moment. Ja, dan stemmen ze toch ook vaak tegen? Ja, maar dat hoeft toch niet altijd. Als er een goed plan is, dan mag er ook gewoon voorgestemd worden. Ja, maar ja, goed, de coalitie is vrij groot. Je hebt ook nog gedoogpartners. Dus wat er dan overblijft is ook nog relatief klein. Stel dat er nou een hele nieuwe vorming zou gaan komen van een coalitie. Zou die verhouding tussen de partijen wat beter moeten zijn, volgens u? Weet ik niet. Wat mij betreft moet de verhouding beter zijn tussen alle partijen. Want je wilt samen een beter Boksel hebben, dus daar moet je dan ook voor gaan, vind ik. Maar hoe de onderlinge verhouding tot stand gekomen is, daar zit een heel verleden achter. Daar ben ik zelf ook niet bij betrokken geweest. Nee, maar ik was benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Nou, bedankt voor het zover. We gaan nog eens eventjes iemand anders zijn mening peilen. Dankjewel. Nou, we gaan eens eventjes deze kant op. Ik weet niet of dit nog balans is, want ik wil ook wel eens andere partijen horen. Volgens mij zitten we hier in de buurt van de SP. De SP. We gaan eens eventjes vragen wat de SP van deze resultaten vindt. Meneer Van den Broek, wat vindt u van de resultaten tot zover? Tot zover verliezen wij bij alle stembureaus 2-3%. Dus ja, je kan daar nog niet tevreden mee zijn. Dus er is wel wat teleurstelling tot nu toe.
Verwacht u nog dat het bij de andere stemlokalen gaat verbeteren? Hebt u bepaalde gebieden waarvan u zegt, ja, daar zitten heel veel van onze stemmers? Nou ja, net bij Ursula daar hadden we in ieder geval alweer, zaten we weer een beetje in de lift. Komen er natuurlijk nog wel een paar van oudsher sterke stembureaus van, voor ons. Hoogheem, Seelische Wal. Dus ik hoop dat we daar goed gaan scoren en hier in het centrum uiteraard. Maar het is allemaal net iets minder als 4 jaar terug. Dus het is nog spannend waar het op uit gaat komen. Nou, dank u wel. We komen straks misschien nog eventjes bij u terug. Omdat we naarmate we wat meer cijfers hebben. Dank je wel. Daar zijn we weer. Het is allemaal live, mensen. U kijkt nog steeds naar de live registratie van de verkiezingsuitslagen hier in de gemeente Bokstel. Bij mij hier aan tafel Annelieke van der Linden en Rens van den Elzen van het Brabants Centrum van de krant. Ja. Welkom. Ja. Drukke tijden voor jullie. Verkiezingen, hè? Dat is een druk onderwerp voor ons, zeker weten. Ja. Hoe ga je daarmee om dan? Zeer intensief. Wij zijn al weken bezig om de wijken te belichten. Dames en heren, we komen zo weer met de volgende... Oh jee, ja, het gaat hier gewoon door, hè? Ja. Ze lopen allemaal te kletsen hier door de uitzending heen. Maakt helemaal niet uit, maar vertel. Ja, wij hebben een enquête gestart een paar weken geleden om te kijken wat er leeft onder onze leden. En naar aanleiding van die resultaten hebben we onderzoek gedaan in de wijken. Ja. Ja. Hey, en Annelieke, jij werkt al 6 jaar volgens mij voor het Brabants Centrum. Ja, dat klopt. Maar jij woont niet in Bokstel. Ja, dat heb je goed geraden inderdaad. Ja, ik ben hier wel opgegroeid overigens. Tot mijn 12e heb ik hier gewoond. En toen ben ik verhuisd naar Uden. Maar als je bij de krant werkt, dan ken je de plek waar je werkt beter dan de plek waar je woont. En hoe kwam jij bij deze krant dan terecht hier in Bokstel in de omgeving? Nou, omdat ik hier ben opgegroeid, hebben wij hier nog wat kennissen. En toen ik een vacature zocht, toen kreeg ik deze onder mijn neus geschoven. Ja, want je hebt er volgens mij journalistiek fonties gedaan? Klopt, ja, in Tilburg. En hey, Rens, hoe geldt het voor jou? Ja, ik ben ook eigenlijk niet in Bokstel geboren. Zij dan wel, ik niet. Ja. Ja, eigenlijk ook via vacature, via een collega-correspondent van hun hier terechtgekomen bij Brabants Centrum. Vanuit de huis in huis, vanuit Wegener. En het is eigenlijk ja, een prachtige mooie kans denk ik om lokale journalistiek te kunnen beoefenen. Ja. Dat is voor mij een mooie kans. En volgens mij ben jij nog een redelijke jonge... Jij werkt net bij de krant, toch? Of niet? Ja, ik ben een jonge kracht inderdaad, als in daarin. Qua leeftijd zijn we wel weer wat verschil, maar ja. Ik ben inderdaad januari begonnen. Ja. Ja. En Annelieke, je werkt inmiddels 6 jaar voor de krant. Ik kan me voorstellen, je allereerste artikel, kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik, ja. We moeten heel even stoppen. Ja. Het is live, er is weer een uitslag bekend. We gaan even naar de burgemeester, kijk mee. Waterschap de Dommel. Waterschap de Dommel hebben we. We hebben het Wereldhuis in de aanbieding en basisschool De Beemde. Dan zien we dat bij... Tot nu toe de uitslag 9 van de 15 stembureaus binnen. 19,1% voor de combinaties. 20,7% voor balans. 13,2% voor de SP. 13,5% voor het CDA. 8,2% voor Inbox. 7,0% voor PvdA GroenLinks. 11,1% voor D66 en 7,3% voor de VVD. En meer gegevens kunnen we nu nog leveren, Anja? Nog eentje? Het vergelijk? Juist, daar zaten we op te wachten volgens mij. Als we gaan kijken naar het verschil met 2014 in procenten, dan zien we dat de combinatie licht wint met 0,2%, balans met 4,6%, de SP met 2,2% daalt, CDA met 1,5% stijgt, dat Inbox met 3,2% daalt, dat PvdA GroenLinks met 3% daalt, dat D66 met 1,2% stijgt en dat de VVD met 0,9% stijgt. Dit is 9 van de 15 stembureaus. We komen zo meteen weer terug bij u met de volgende 3 blokken. Veel plezier. Dit waren 12 van de 15 stembureaus. We wachten nu op de laatste 3 en zo snel als ik ze heb, kom ik bij u terug. Spannend, maar in ieder geval, er wordt meer als voor 50% gestemd in onze gemeente. En dat stelt mij wel gerust. Bedankt. Dan zien we dat de combinatie op 12 van de 15 stembureaus
2,2% verliest. Balans 5,5% in de plus. SP 0,4% in de min. CDA 1% in de plus. Inbox 2,8% in de min. PvdA GroenLinks 3,1% in de min. D66 1,9% in de plus. En de VVD 0,1% in de plus. Dit waren 12 van de 15 stembureaus. We wachten nu op de laatste drie. En zo snel als ik ze heb, kom ik bij u terug. Spannend, maar in ieder geval, er wordt meer als voor 50% gestemd in onze gemeente. En dat stelt mij wel gerust. Bedankt. Ja, dat was onze burgemeester Mark Buijs. 21,6% voor balans. Hè? Dat is bijna een kwart. Ontzettend goed. Kijk nog steeds naar de live-uitzending hier live vanuit het gemeentehuis in Bokstel. Gemeenteraadsverkiezingen. We hebben nog 3 stembureaus te gaan. En dan weten we alle stemmingen die hier in de gemeente hebben plaatsgevonden. Hopelijk zit u er nog lekker bij. Nog lekker even te genieten. Als het goed is, ergens hier in de buurt loopt onze politiek verslaggever Micha rond. En die is waarschijnlijk nu op dit moment druk op zoek naar iemand die wil interviewen. Voor het geval u nog geen Ziggo zou hebben, u kunt ook ons volgen via KPN op 1465. Of download de lokale omroepen app. Daar kun je op livestreamen, kun je ons ook volgen. Of natuurlijk op onze eigen website www.omroepdommeland.nl. Een verrassende uitslag hier in Bokstel. Ja, dankjewel Geert. Als je het vergelijkt vooral met het landelijke niveau. Waar dat dan ligt, wellicht krijgen we zo antwoorden. Michel, waar ben je? Ben je al zover, ja of nee? Ja, dankjewel Geert. We gaan eens eventjes peilen wat hier de stemming is op de vloer. We gaan eens eventjes vragen aan het CDA, wat zij ervan vinden. En volgens mij zitten we hier aan de tafel van het CDA. We wachten eventjes tot deze meneer zou er eventjes bij mogen, want we willen graag aan u vragen. U bent van het CDA volgens mij. Klopt. Wat vindt u van de uitslag? We zijn gegroeid. Dus dat is een heel mooi teken. We hadden er misschien iets meer van verwacht, maar er zit een groei in. Dus we zijn positief. We zijn ontzettend blij met zoveel steun van de Bokstelse gemeenschap. En we zijn ontzettend benieuwd naar het eindresultaat natuurlijk. Denkt u dat er nog een eindspurtje in zit voor het CDA? Daar hopen we op. We hopen toch op een vierde zetel. We hebben 4 jaar lang constructief oppositie gevoerd. We hebben ons best gedaan. We hebben de Bokselaren heel goed vertegenwoordigd, denken we, in de raad. Dus we hopen dat dat zich ook uitbetaalt in een vierde zetel. Ja. Jullie wilden heel erg graag in de coalitie. Zit daar een mogelijkheid, denkt u, met wat jullie nu hebben? Ik denk het wel. Die mogelijkheid moet er altijd. We zijn gegroeid. En dat zien de andere partijen ook. Dat zien de grootste partijen ook. Dus we hopen ook een deelname in het college. Nou, dank u wel. We gaan eventjes verder. Ja hoor. Kijk, de VVD zien we hier. Dimf. Ik ben heel benieuwd. Wat vindt u van de cijfers tot nu toe? Ik vind het enerzijds verrassend, anderzijds ook weer helemaal niet. Het is precies wat landelijk is, lokaal gaat de lift in. Denkt u, want ik kan me nog herinneren dat toen u bij Kies was, het programma, dat u zei heel veel stemmen van de VVD, die gaan op in andere partijen. Ziet u dat nu ook? Ja, absoluut. Welke partijen denkt u dan aan? Balans. Dat is balans. Maar waarin is het dan niet gelukt om ze te overtuigen van uw programma? Nee, ik moet er eerlijk bij zeggen, combinatie 95 heeft ook veel VVD-gedachtegoed. Dus het zijn toch die twee grootste lokalen die heel veel VVD-mensen, landelijk VVD-stemmers, lokaal, die twee. Waarom denkt u dat het toch lastig is om die mensen te triggeren voor bij u te komen, bij de VVD? Als je het mij kunt vertellen, dan weet ik het ook meteen. Maar het is gewoon een landelijk verhaal. Ik denk dat VVD een heel uitgesproken landelijk beleid heeft. Wat ook landelijk de kiezers trekt. Maar lokaal is het toch veelal het kennen van elkaar. Elkaar wat gunnen. En dan kom je daaruit. Dank u wel. Misschien komen we later nog eens terug. Nou, we zien het al. Hier staat iemand voor me, voormalige wethouder Maruska Lestrade van D66. Wat vindt u van de uitslag? Nou, we moeten nog even de totale uitslag afwachten. Er komen nog 3 bureaus. Maar voorlopig lijkt het erop dat D66 het in ieder geval goed heeft gedaan.
En daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. Als ik naar landelijke trends kijk en ik zie wat we hier gedaan hebben tot nu toe, dan ben ik daar wel heel blij mee. Maar we moeten eerst nog even de totaaluitslag afwachten. Natuurlijk, maar het is toch al een redelijk beeld wat we nu hebben, hè? Ja, het is een redelijk beeld. En we zien dat een van de oppositiepartijen in ieder geval toch behoorlijke winst heeft gemaakt. Maar ik denk ook dat de totale coalitie bij elkaar ook nog redelijk goed gescoord heeft. Dus het is afwachten wat het gaat worden. Ja, nou, we gaan het inderdaad afwachten. Hartelijk dank voor uw reactie. Nou, dat zijn even twee korte reacties en we gaan weer even terug naar Geert. Ja, dankjewel Michel. Onze burgemeester, we zien hem nu heel de avond al. Maar hij ging vandaag ook even langs alle stembureaus met een lekkere hap voor de vrijwilligers. Kijk maar even mee. We zijn hier in het stembureau van de Wilgenbroek. Het is hier wel verdomd rustig. Het lijkt nu heel rustig, maar wij mogen niet klagen. Er is best een goede opkomst geweest tot nu toe. En als het zich zo doorzet tot vanavond, dan denk ik dat wij nog flink wat moeten tellen. En wat noemt u een goede opkomst? Nou, we zitten nu op bijna 150 man al hier geweest. En dan is het zeker niet slecht. Als ik vergelijk met vorig jaar zat ik ook hier. Het is een beetje halen en brengen. Dus we mogen de eerste stond 7:50 al hier voor op de stoep. Dus we waren net klaar met inrichten. Zometeen komt de burgemeester hier. Wat gaat hij hier doen? Die zal ook komen vragen hoe is de opkomst. En die zal ook blij zijn als ik zeg van er is een goede opkomst. Dus die wil ook graag dat er veel burgers naar het stembureau komen. Om te komen stemmen natuurlijk. Wat ik hoorde dat hij iets meebrengt. Dan is hij altijd welkom. Ja, u komt hier stemmen in de Wilgenbroek. Bent u er al uit? Ik ben eruit. Net in de auto beslist. Dus u was eigenlijk nog een zwevende kiever tot een paar minuten? Ik was tamelijk zwevend tussen twee partijen, maar ik ben er niet uit. Maar ik weet waar u twijfelde? Ja, dat kunnen we niet. Ik twijfelde tussen D66 en combinatie 95. En het wordt combinatie 95, dat ga ik nu doen. Ja. Nou, gaat uw gang. Ja. Is het allemaal gelukt, mevrouw? Ja, wat dacht u? Nog wel. En wist u al wat u op ging stemmen? Absoluut. Ja? Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben nu 90, maar ik ben ermee opgegroeid. Toen ik op de lagere school zat, bij ons thuis was een stemlokaal. Ja. Dus ik, waar was dat? Dat was toen gemeente Maartensdijk, dus later bij de Bilt getrokken. Ik hoor het aan het accent. Dat het niet Brabant is? Nee. Ook, hoewel ik 47 jaar in Brabant woon. Dus. Mag ik nog vragen waar u bestemd hebt? Of? U mag het gerust eten op Lans. Wij willen hier nog een foto maken. Maak. Ja, zeker. Dag, burgemeester. Hoi. Wat komt u doen? Want ik zie hier van mooie tasjes. Nee, ik kom de mensen die hier in het stembureau zitten een lekkere lunch bezorgen. Doen we ieder jaar een broodje en een worstelbroodje en een appelflapje erbij. Want ja, het is een hele lange dag. En ik ben zo blij dat die mensen dit willen doen. Want het is belangrijk dat de stembureaus gewoon voldoende leden hebben. Om ervoor te zorgen dat alles zorgvuldig en goed kan gebeuren. Nou, en om ze een beetje te motiveren brengen we altijd halverwege de dag of aan het begin van de dag wat extra eten. Om ervoor te zorgen dat ze de dag goed doorkomen. En dat waarderen ze altijd enorm. En het is leuk om te doen. Wil je gelijk even vragen hoe het allemaal gaat. En hoe ver we zijn. En dan weet ik ook wat meer over het gevoel in de stembureaus. Ja. U wordt begeleid door, u hebt hulp, charmante hulp. Ja. Twee dames van Burgerzaken bij ons. En ik wou toch even ook een compliment geven aan deze dames. Want die hebben met nog meer mensen natuurlijk en ook met onze buitendienst gezorgd dat vandaag alles ingeregeld is voor het stemmen. En voor ons is het heel normaal dat we het bureau binnen kunnen lopen en een stem uit kunnen brengen. Maar als je weet wat eraan vooraf gaat, dan wil ik deze dames toch een heel groot compliment geven. Want het is iedere keer weer allemaal en vandaag ook weer perfect voor elkaar. Het zonnetje schijnt ook nog, dus ja... Ik denk dat we een goede dag krijgen. Dit is een extraatje die de mensen krijgen. Die krijgen ze van ons. En mensen krijgen ook een vergoeding om in het stembureau te zitten. Maar daarnaast vinden wij het ook gewoon heel belangrijk om toch die mensen nog wat extra te brengen in de vorm van een lunchpakketje. Dus geen vis? Het is een kleinigheidje, maar het is gewoon een extraatje. Dus geen fiscale toestanden? Nee, helemaal niet. Het is gewoon de gemeente brengt iemand die vandaag voor ons bezig is gewoon een lekker lunchpakketje. Duidelijk.
krijgen jullie nog een lekker worstenbroodje erbij. Even kijken, we hebben er eentje te weinig. Die ga ik even bijhalen dadelijk. Hoe gaat het hier? Gaat het goed in de opkomst? Ja, het is helemaal niet slecht. Oké, okay. Oh, ben ik blij om ze. Meer dan 150 man. Ja. En vergeleken met de andere keren is dat zo... Ja, in vergelijking met vorig jaar heb ik het idee dat we wel op hetzelfde niveau zitten. Oh, daar ben ik blij mee, zeg. Vorig jaar hadden we 53%. Ik hoop het. Het zal op het nippertje zijn. Maar het is toch voor de raad wel heel erg fijn. Anders gaan we natuurlijk toch gewoon ons werk doen. Maar het is fijner als je weet dat er toch 5% van de mensen geweest zijn. Hè? Ja. Hey, bedankt alvast en heel veel succes. We brengen nog één lunchpakketje voor jou hier naartoe. Hoe is het nou om met de burgemeester op stap te zijn? Heel leuk. Wat is er zo leuk aan? Nou ja, je komt overal bij alle mensen op het stembureau. En iedereen waardeert het ook heel erg dat de burgemeester ook even tijd maakt natuurlijk om gewoon te komen kijken. En op de scholen voornamelijk. De kinderen vinden het helemaal geweldig van de burgemeester komt voorbij. Dus ja. En het is altijd leuk om even gezamenlijk langs de stembureaus te gaan en te kijken of het allemaal goed loopt. En hoe is je op het gemeentehuis? Ook gewoon hetzelfde. Ja, altijd aardig, open, collegiaal. Altijd prima. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat is toch wel heel erg lief van die burgemeester. Ja, zoals ik net al vertelde, willen we u ook wat algemene video's laten zien van, over de gemeenteraadsverkiezingen. Want... wat doet de gemeente nou voor u? Kijk mee. Wat doet de gemeente voor jou? De gemeente heeft veel taken. Sommige van die taken, zoals paspoorten uitgeven, moeten ze gewoon doen. Andere dingen worden politiek besloten. We zetten alle taken van de gemeente voor je op een rijtje. De burgemeester van jouw gemeente heeft het gezag over de politie en de brandweer. Gaat een festival niet door omdat de politie ergens anders nodig is? Dat is dan een besluit van je gemeente geweest. Ook heeft elke gemeente een algemene plaatselijke verordening, APV, met regels over het afsteken van vuurwerk, het plaatsen van beveiligingscamera's en de tijdstippen dat jij een kroeg uitgezet wordt omdat ze sluiten. De gemeenteraad beslist daarover. Naast de sluitingstijden van cafés gaat de gemeente ook over de openingstijden van winkels. Of de supermarkt bij jou om de hoek open mag zijn op zondag of tijdens kerst, kan je dus mede bepalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de feestverlichting in winkelstraten, gratis wifi in het centrum en of er wel of geen auto's rijden, zijn besluiten van de gemeente. Werkgelegenheid lijkt een taak van de landelijke overheid, maar je gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Dat houdt in dat een gemeente moet proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Lukt dat niet, dan krijg je een uitkering. Ook zorg en welzijn is een belangrijke taak van je gemeente. Denk aan de jeugdzorg en thuiszorg, maar ook als jij je been hebt gebroken en tijdelijk een rolstoel nodig hebt, moet je bij de gemeente zijn. Daarnaast heeft elke gemeente een GGD, de gemeentelijke gezondheidsdienst, waar je kunt aankloppen voor bijvoorbeeld SOA-testen en inentingen. Hoeveel vluchtelingen Nederland toelaat is een besluit van de landelijke overheid, maar waar ze uiteindelijk mogen wonen, daar gaat je gemeente over. Een zwembad, natuurgebied, industrieterrein of een woonwijk? De gemeente stelt de bestemmingsplannen op en bepaalt dus hoe groen of bebouwd jouw omgeving eruit ziet. Naast deze taken krijg je ook je paspoort, ID-kaart en rijbewijs van de gemeente en zij bepalen ook hoeveel je daarvoor betaalt. Verder gaat je parkeergeld naar de gemeente en bepalen zij hoeveel het kost om een hond te hebben, het riool te gebruiken of je vuilnis op te laten halen. Ja, nog steeds zijn we hier vanuit het gemeentehuis in Boksel. Het is volgens mij super gezellig hier. Ik zie hier en der een mooie glimlach bij iedereen. Kan misschien ook door het wijntje of het biertje komen. We hebben nog 3 stembureaus te gaan. En zoals u wellicht niet ontgaan is toen u door Boksel heen reed, of door Liemt heen reed, of door Lennersheuvel heen reed, zag u al die borden van iedereen aan de lantaarnpalen, achter de ramen, in tuinen. En Hans van Haren ging voor ons op pad om daar een kijkje te nemen. Kijk maar even mee. Ja, we staan hier bij het bord van lijst 1, combinatie 95. We gaan eens even horen wat deze mensen te vertellen hebben. En waarom dat ze dat in de tuin hebben. Even aanbellen, kijken of ze thuis zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt zo'n mooi bord in de tuin met lijst 1. Ja. Waarom hebt u, zo'n bord in de tuin? Nou, ik ben wel van de partij voor lijst 1, voor combinatie 95. En vandaar dat u dus een bord in de tuin, om het uit te dragen. Mag ik nog vragen, krijgt u daar nou geld voor? Nee.
Nee, nee, je moet er zelfs voor betalen. Toch nog even een vraagje. Als nou daar de verkiezingen, morgen zijn de verkiezingen. Als nou de verkiezingen voorbij zijn, wat gaat er dan met het bord gebeuren? Dat weet ik niet. Dan haalt iemand van de partij haalt dat weer op. Wat ze er nou echt mee doen, dat weet ik niet. Of dat het kachloot wordt of dat ze bewaren als souvenir. Heb ik nog een hele belangrijke vraag. Als we niet op lijst 1 stemmen, wat gaan we dan missen? En dat mag u in de camera vertellen. Ja, ik denk een goed bestuur voor Bokstel, wat al door verschillende jaren bewezen is. Dat ze op zich wel bij het rechte eind hebben. Al vele jaren in het bestuur gezeten, wethouders geleverd. Dus je weet waar je op stemt. Helemaal een toppertje. Ja, het bord van CDA. Ja, ik ben heel benieuwd wie hier woont. Ja, en hier in Lensheuvel gaat achterom, hè, en niet aan de voordeur. Dus we gaan achterom. Kom, Frans. We zullen ze even netjes aankloppen. Ze zijn thuis. Kijken of hij thuis is. Ja. Goeiedag. Goedemiddag. Middag is het al, ja. Mag ik even wat vragen stellen? Ja, dat mag. Ja? Kom even binnen, dan is het... Nou, graag. Beter weer als buiten, hè? Dan ga je vast naar binnen doen. Ruime keuken hier. Dankjewel voor de gastvrijheid. Jullie hebben zo'n mooi bord in de tuin. Waarom hebben jullie zo'n mooi bord in de tuin? Omdat ik achter de CDA sta. En dat die partij voor het beste voor het algemeen belang opkomt. En dat er alle partijen, alle organisaties en alle inwoners van Boksel, dat eraan gedacht wordt. Dat die allemaal in het partijprogramma inzitten. Staat u ook op de lijst? Nee. Nou, hebt u een heel groot bord van CDA hier in de tuin. Krijg je daar nou geld voor? Nee. Nee. Wat gaat er nou met dat bord gebeuren? Na de verkiezingen? Ik hoop dat ze er een plaatje op komen zetten. Bedankt voor de stem. En dat het dan een paar dagen later weer mooi verdwijnt. Ja, we onderbreken deze instart even. Want de laatste uitslagen zijn als het goed is bekend. De laatste 3 stembureaus waar we op zitten te wachten, die zijn bekend. En dan weten we alle 15 stembureaus hier in de gemeente Bokstel. En hopelijk is het voor de ene positief. En voor de andere negatief. Het gaat best wel snel eigenlijk, vind ik eerlijk gezegd, zelf de tellingen. Ik had zelf verwacht rond 1:30, maar volgens mij zitten we nu rond 11:55. Dus de burgemeester kan ieder moment het podium betreden. Ik zou zeggen, laten we naar het podium toe gaan en dan ben ik zo weer bij jullie terug. En alles is binnen. Dus we gaan naar de apotheose. De voorlopige einduitslag is stemmen. De combinatie 2624 stemmen. Balans 2736 stemmen. De SP 1896 stemmen. Het CDA 1721 stemmen. Inbox 1062 stemmen. PvdA GroenLinks 896 stemmen, D66 1455 stemmen en de VVD 878 stemmen. Vergelijken we dat nog eventjes met 2014. Anja, ja? Dan zien we dat Boksel toch een beetje strategisch ook gestemd heeft. Dan zie je dat de combinatie 246 stemmen erbij gekregen heeft. Knap. En dat balans, de grootste partij is geworden met 712 stemmen extra. De SP met 46 stemmen minder op 1896 stemmen. Dan het CDA 1721 stemmen, 201 stemmen meer. Ook heel goed. Dan zien we dat Inbox 364 stemmen mist en 1062 stemmen heeft.
dan zien we dat de PvdA GroenLinks 365 stemmen verloren heeft en 896 stemmen over heeft. Dan zien we dat D66 1455 stemmen heeft en een plus van 209 heeft gehaald. Dan zien we dat de VVD 878 stemmen en een plus van 70 stemmen heeft gehaald. Dames en heren, heb ik dadelijk nog iets moois voor u. Want ik kan voor u de voorlopige uitslag met de restzetels en de zetels laten zien. De voorlopige uitslag zeg ik tegen u, hè. Dus als iedereen even stil is, dan geven we de zetelverdeling met de restzetels. En het is de voorlopige uitslag. Ik kan het niet genoeg benadrukken. De voorlopige uitslag. Anja, laat het maar komen. We zien eerst dat er het aantal stemmen, het aantal zetels is 23. Dat weten jullie. De kiesdeler is 576. 20, 23ste. Een mooi getal. De volgende. Dan gaan we kijken. De combinatie met 2624 stemmen, 4 zetels. Balans met 2736, 4 zetels. De Socialistische Partij met 1896 stemmen, 3 zetels. Het CDA met 1721, 2 zetels. En Inbox met 1062, 1 zetel. Partij van de Arbeid GroenLinks, 896, 1 zetel. Democraten 66, D66... 1455, 2 zetels en de VVD 1 zetel. Dan gaan we nu naar de verdeling van de restzetels kijken. Verdeling van de restzetels komt nu. 5 restzetels, dames en heren. De groene getallen geven de restzetels aan. Ja, Anja, ja. Kijken we. Ja. En dat betekent dat de combinatie een restzetel heeft, Anja, als ik het goed zeg. Ja. Balans een restzetel heeft. Het CDA een restzetel heeft. Dat CDA een restzetel heeft. En Inbox en ook een restzetel heeft. Ja. Zeg ik dat goed? En D66. En D66, sorry, heeft ook een restzetel. En dan gaan we nu kijken wat nou, het voor de echte zetelverdeling. Ja, daar komt hij aan. Dat betekent de combinatie 5 zetels. Balans 5 zetels. SP 3 zetels. CDA, 3 zetels. Inbox, 2 zetels. Partij van de Arbeid GroenLinks, 1 zetel. Democraten 66, 3 zetels. En de VVD, 1 zetel. Ja, dames en heren. Aanschouw dit. Goed, de uitslag is niet definitief totdat het formeel door het hoofdstembureau wordt vastgesteld. Daar moet u nog even op wachten, maar u kunt ervan uitgaan dat dit toch wel zo'n beetje de einduitslag gaat worden. Nou, we gaan de spannende tijd tegemoet met z'n allen om te kijken hoe we in Boksel straks weer verder gaan. Dat zullen we af moeten wachten. Ik vind het in ieder geval mooi dat wij vandaag hebben kunnen constateren dat zeker 50% van de mensen is gaan stemmen. Dan wil ik van u nog eventjes de aandacht, als dat kan, heel even. En dan wil ik u vragen dadelijk een applaus te geven voor alle mensen die op de stembureaus gezeten hebben. Onze medewerkers die allemaal keihard gewerkt hebben om alles op te bouwen. En dan noem ik de buitendienst, burgerzaken, iedereen die eraan meegewerkt heeft, communicatie en vele mensen meer die ervoor gezorgd hebben dat wij vandaag in Boksel deze feestdag van de democratie hebben kunnen beleven met elkaar. Ik dank u en ik vraag een groot applaus voor al die mensen. En dan wens ik jullie allemaal nog een prettige avond toe. Ja, ongelooflijk. De uitslag is bekend. Balans als grootste, VVD toch als verliezer. Plus 712 stemmen balans gewoon erbij dit jaar. Bizar. Michel, we gaan naar jou toe. Ja, we hebben de einduitslag gehoord en ik sta hier bij enthousiaste mensen van Balans. En we hebben hier voor de camera Marielle van Alphen, de lijsttrekker van Partij Balans. En we horen heel graag wat zij ervan vindt. Marielle, allereerst. Dankjewel.
Ja, ik krijg natuurlijk overal handen. Ik wil ook graag nog even een hand schudden. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. En dringt het al een beetje door wat er vandaag is gebeurd? Nou, ik ben op de eerste plaats ongelooflijk blij en vooral heel erg trots. Ik ben zo blij dat de mensen hun stem hebben laten horen en dat wij uiteindelijk de grootste partij hebben mogen worden. Dat betekent dat mensen het met ons eens zijn en wij gaan het voortouw nemen. Ja. Wij zijn uiteindelijk de grootste, dus wij gaan het voortouw nemen. Wij gaan met iedereen in gesprek en wij sluiten niemand buiten. Nee. Dus alle partijen komen aan bod. En, voor uw partij was nummer 1 natuurlijk, want we hebben hier ook een treintje zien rijden in Bokstel, de autotunnel. Dus dat staat wel denk ik op nummer 1 op de agenda. Is voor ons een heel belangrijk punt en wij zullen het zeker bespreekbaar gaan maken. Dus we zullen de onderhandelingen afwachten. Hoe gaat u deze avond verder vieren? Nou, vooral ontzettend veel samen zijn met alle mensen, met alle betrokkenen vanuit de partij. Ik ben, ik denk dat ik dat eventjes moet noemen ook hier. Onze fractie, maar ook ons geweldige bestuur, onze achterban. Een campagneteam waar je u tegen zegt. En, nou ja. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En ga lekker de zaal in. Lekker feesten, ja, absoluut. Dankjewel. Nou, dankjewel. Nou ja, je hoort het, Ballons is erg enthousiast. We gaan nog eens eventjes verder in de zaal, hoe de andere partijen hier over denken. We gaan eens eventjes kijken. Wij zoeken eigenlijk een partij die we nog niet hebben gesproken. Ik kijk eventjes naar de regie. We hebben daar een partij, die hebben wel al gesproken, maar wel de lijsttrekker van Combinatie 95. Peter van der Wiel, hoe kijkt u naar deze uitslag? Ja, wat denk je? Ik ben super blij. Het is gewoon, we zitten in de coalitie. We hebben de vorige keer gewoon een historische overwinning geboekt. Wat ons betreft in ieder geval was dat met een fantastische uitslag. En we gaan er dit jaar dik overheen nog een keer. Dus super, super blij. Ik wil u ook van harte feliciteren, want u hebt natuurlijk nog een zeteltje erbij. We hadden de vorige keer hebben we na een hertelling net met 2 stemmen de 5e zetel binnengehaald. Nou hebben we hem dik binnengehaald. Dus wat denk je? Het heel erg blij. Altijd moeilijker vanuit de coalitie om je in ieder geval sterk te profileren en neer te zetten. Nou, het is ons gelukt en ik wil echt hier die hele club, die fractie van ons, die achterban van ons die bedanken. Want er zijn mensen die zich met hart en ziel de afgelopen tijd ingezet hebben. En zoals ze dat de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. Nou, je kunt je niet indenken hoe trots ik op deze ploeg ben. Echt, echt. Hoe kijkt u naar het lijstje van alle andere partijen? Hoe kijkt u daarna? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog wel sommige dingen eens rustig moet zitten bekijken. Want je bent heel erg gefocust op je eigen partij. Ik wil in ieder geval de andere partijen. Ik weet dat Balans flink gewonnen heeft. Dus die ga ik dadelijk ook in ieder geval, maar dat wil ik hier voor de Kamer ook doen, van harte feliciteren met hun mooie winst die ze gemaakt hebben. En D66 is van 2 naar 3 zetels gegaan, dus die verdienen in ieder geval daarvoor ook een groot compliment en de felicitaties. Maar wat het uiteindelijk in totaal betekent, ja, dan moet ik na een avondje, en dan zul je me niet wel vergeven, een avondje feest vieren, want dat gaan wij vanavond doen. Wij gaan dadelijk de kroeg in en wij gaan tot diep in de nacht feest vieren. Nou, ik wens u daar heel veel plezier mee en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, ook enthousiaste reacties bij Combinatie 95. Ik kijk nog eens eventjes, want we hebben hier mevrouw van de Einde van de Partij van de Arbeid GroenLinks voor me staan. Hoe is het voor u om naar deze resultaten te kijken? Ja, het is natuurlijk jammer. Het is heel jammer, maar we hadden er rekening mee gehouden. We waren blij geweest. Het had gekund dat we 2 zetels hadden kunnen behouden. Dat had gekund. Maar we hadden absoluut rekening gehouden met dat het naar 1 zetel kon gaan. Gezien PvdA en GroenLinks, PvdA die echt door de bodem zakt. En GroenLinks die weliswaar stijgt, maar dat is echt een grote stedenverhaal. Dus ja, jammer. Maar we gaan ervoor. En de kiezer spreekt en dit is de democratie. Gaat u nu iets in uw partijprogramma veranderen waarvan u zegt ja, moeten we misschien toch nog eens naar kijken, want de kiezers hebben anders gestemd. Blijkbaar hebben we de kiezer niet voldoende kunnen overtuigen. Nou, moet ik even naar kijken.
Ik weet niet of het daarin zit in het partijprogramma. Het kan zijn dat er net een paar onderwerpen zijn geweest waar we stevig stelling in hebben genomen. Jo, Massaplein, et cetera. Maar nee joh, dat ga ik niet zeggen. Want we hebben dat verkiezingsprogramma niet zomaar gemaakt. Daar hebben we redenen voor gehad. Dus dan ga je niet zomaar zeggen dat gaan we even omkeren. Maar we gaan natuurlijk ons even beraden. Ja, omdat de kiezer heeft gesproken vanuit die hoedanigheid. Ja, maar ja, de kiezer... Natuurlijk. Maar als wij vooraf al rekening ermee hielden, nou die twee zetels, dat kan een wankel iets zijn. Dat is geen garantie. Daar waren al indicaties voor. Dus, en dat is niet alleen dat het nou eenmaal PvdA GroenLinks, de combi, de landelijke tendens. Dus nou ja, goed. We zullen kijken. Tot slot nog één vraag. Hoe kijkt u naar de resultaten van alle andere partijen? Gewoon het totaal nu. Ja, hoe ziet het eruit? Heel interessant. Interessant. En anders dan ik verwacht had. Ik had verwacht dat CDA meer winst zou maken ten koste van Balans. Felicitaties voor combinatie 95 en Balans. Qua programma en qua activiteit verdiend gewonnen. Sowieso, als ze zoveel stemmen hebben gehaald. En verrassend de stabiele lijn van de winst van een partij zoals Balans. Dank u wel. We gaan eventjes door naar de lijsttrekker van Inbox. We gaan ook even kijken of we misschien een iets rustiger plekje kunnen opzoeken. Want het is hier vrij rumoerig. Ik wil voorstellen om een beetje naar de rand toe te gaan. Want daar is het iets minder lawaai. De camera loopt mee. Zo. Want er wordt heel veel gesproken. Mensen zijn heel enthousiast. Ja, hoe is het voor u als u naar deze resultaten kijkt? Ja, toch teleurstellend. Ja, ik denk dat wij met heel veel mensen in de raad, of twee mensen in de raad, en met name buiten in het veld, in de straten, in de wijken, heel erg 4 jaar lang echt gas hebben gegeven. En ik heb echt gedacht van nou, dat betaalt zich vanavond uit. We hebben sober campagne gevierd, omdat we hebben gedacht van nou, volgens mij hebben we ons voldoende laten zien de afgelopen 4 jaar. Ja, op de een of andere manier zijn we ten onder gegaan en dat blijkt vanavond wel. Twee, ja, teleurstellend. Echt teleurstellend, ja. Ja, hebt u een idee waardoor het zou komen dat de kiezers toch niet voldoende overtuigd zijn van het beleid of het programma? Is het laat ik het concreet zeggen, denkt u dat het meer aan de campagne ligt of aan het beleid van de afgelopen jaren, waarom het nu teleurstellend is? Nou, ik heb de afgelopen 4 jaar eigenlijk over ons beleid heb ik heel veel klachten gehad. Eigenlijk alleen maar complimenten. Goed opgepakt, glas, vezels, parkeren, PAS. Niet alles 100%, maar toch over het algemeen toch wel tevredenheid. Ja, als je kijkt naar de campagne afgelopen weken. Nou, ja, borden die van ons worden weggehaald, niemand weet wie. Borden die worden overgeplakt door andere partijen. Waarvan, ja, ik weet wel wie het zijn, maar niemand weet wie. Ja, we hebben een bepaalde introverte manier van ons presenteren. Wij geloven in onze eigen kracht, in werkzaam zijn daar waar het moet. Ik heb ook altijd gezegd, als we het van de laatste 2 weken moeten hebben, dan hebben we het 3,9 jaar verkeerd gedaan. In de laatste geloof ik niet, dus het zit er waarschijnlijk toch... Misschien moet je wat brutaler zijn in je campagne. Ja, nogmaals, ja, ik vind het waar het ook aan ligt... Het resultaat dat ligt er. En moet afwachten wat er gaat gebeuren. Ja. Dank u wel in elk geval. Okay. We gaan eventjes door. Want ik zie hier de lijsttrekker van de SP richting mij komen. Hij is nog even in gesprek. Erik van den Broek. Erik van den Broek, we hebben elkaar al eerder deze avond gesproken. Nu zijn alle resultaten binnen. Hoe kijkt u er naar op dit moment, naar alle resultaten? Nou, in vergelijking met toen wij elkaar eerder spraken, hebben we een comeback gemaakt. Dus wij consolideren bijna op 46 stemmen na. Ik denk dat we goed bij zijn getrokken. We missen net de vierde zetel. Dus daar waar we de restzetel 4 jaar geleden wel hadden, hebben we hem op dit moment niet. Dus daar zit wel enige teleurstelling. Maar al met al zijn we bijna gelijk gebleven. En, ja, moet het nog eens op ons in laten werken. Ik heb het idee dat we bij... een aantal bureaus in Oost, waar we altijd goed scoren, dat we daar net wat minder hebben gescoord. Dus dan moeten we nog eens goed analyseren hoe dat die stemmen verloren hebben of hoe dat gegaan is.
En we zijn natuurlijk wel benieuwd naar de definitieve uitslag aankomende vrijdag. Omdat het echt net hangt op een paar stemmen, heb ik het idee. Wat vindt u van de winst van Balans? Ja, dat is in ieder geval complimenten en daar gaan de felicitaties naartoe. Kiezer heeft gesproken hè, en Kiezer heeft gelijk. Die hebben ook een goede campagne gevoerd en zullen nu het initiatief gaan nemen voor coalitievorming. Dat zal niet gemakkelijk worden als ik kijk naar de standpunten die zijn ingenomen. Onder andere de blokkade die ze al hebben neergelegd met betrekking tot de autotunnel. Wat voor hun echt een breekpunt is. Maar goed, de toekomst zal dat uitwijzen. Dank u wel. Ja, we gaan door met het CDA. Helene van As staat hier voor me. En ik ben heel benieuwd, hoe zijn bij u deze resultaten binnengekomen van vanavond? Ja, we hebben drie. We handhaven drie. Dus handhaven is mooi. We hebben wel 200 stemmen erbij gekregen. Daar ben ik heel blij mee. We hadden wel natuurlijk op die vierde zetel gehoopt. En stiekem nou ja, hadden we hem ook wel ingecalculeerd. Want we zijn met z'n drieën begonnen 4 jaar geleden. En we hebben nu een heel mooi team opgebouwd. En we knallen echt met z'n achter altijd. Dus die had ik wat meer gegund. Maar dank u wel voor de stem. Dank u wel voor het vertrouwen. Wij gaan, u kunt op ons rekenen. Wij gaan gewoon weer lekker door zoals we altijd hebben gedaan. En we gaan natuurlijk wel even evalueren. Hè, hoe kunnen we het misschien nog duidelijker naar voren brengen. Maar ik ben blij met het resultaat dat we in ieder geval lekker met die drie blijven. En we gaan met het team gewoon goed verder. Dank u wel. Ziet u mogelijkheden, want ik weet dat u in een van de programma's vanuit ons heeft aangegeven, wij zouden heel erg graag in die coalitie willen. Als u naar de uitslag kijkt die we vandaag hebben behaald, ziet u de mogelijkheden dat u toch nog in een coalitie kunt komen? Ja, ik denk dat we sowieso moeten gaan kijken, tenminste de grootste partij is aan het woord. Hè? En dat is Balans in dit geval. Heel erg gefeliciteerd trouwens. Balans is een afscheiding van het CDA. We pakken vaak dezelfde punten. De tunnel is absoluut heel anders. Dus dat wordt natuurlijk een leuk gesprek. Maar wij laten ons graag uitnodigen. En ik denk dat wij met een stabiele 3 zetels en onze inzet van de afgelopen jaren en ook wat we het gaan doen, dat wij gewoon een goede partner kunnen zijn. Ja, absoluut. Kandidaat ook. Ja, nou, dank u wel. Ik zie alle kandidaten komen deze kant op. En ik zie hier meneer Hegeman voor mij staan van D66. En hoe zijn bij u de resultaten binnengekomen? Top, geweldig. Kijk, als je ziet landelijk de trend is dat D66 wordt afgestraft om meeregeren. Datzelfde doen wij hier in Boksel ook. We zitten ook in de coalitie en we worden daarvoor beloond. Nou, daar kun je alleen maar blij zijn. Elk jaar opnieuw winnen wij, niet meteen in pieken, maar telkens winnen wij meer stemmen. En vorige keer ging het net niet door met de restzetel. Nou ruim, dus we kunnen alleen maar blij zijn. We hebben een geweldige nieuwe ploeg. Er staat te trappelen met jonge lui die inderdaad aanstormend zijn. Dus dat geeft alleen maar heel veel hoop, ook voor 2020. Dat we dan opnieuw weer inderdaad van 3 naar 4 gaan. Wat ziet u als u naar de andere resultaten kijkt? Wat vindt u daarvan? Ja, je ziet een zekere stabilisatie. Je ziet een grote strijd tussen 2 lokale partijen in deze. De rest inderdaad blijft wat hangen. Alleen wij groeien als zodanig. Dus ik denk dat geeft ook inderdaad ons alweer moed. Dat onze gedachten en ideeën die we hebben ertoe doen. En we zijn inderdaad in feite samen met een aantal andere partijen. Als je gewoon kijkt naar het aantal zetels, dan doen we ertoe. Dan zijn we de derde partij. U ziet een rol voor uzelf weggelegd, voor uw partij. In de coalitie? Ja, absoluut. Dat hebben we de afgelopen periode ook laten zien. En ik denk, dat is ook echt niet gelogen. Landelijk hebben wij ook gezegd, wij kunnen verbinden. En het kan goed zijn dat je nu een aantal partijen ziet, die valt niet met elkaar te verbinden. Dus hebben ze ook ons nodig en wij hebben hun nodig. Het is niet hun of wij, het is samen. En wij zijn een verbindende partij. Dank u wel. Dank u wel. Top. Nou, tot zover. Of zie ik nog een... Nee, ik zie... Alle lijsttrekkers komen deze kant op, dat is heel makkelijk. Ik zie hier de lijsttrekker van de VVD. We hebben u al eerder gesproken deze avond, maar nu hebben we de einduitslag. Hoe zijn bij u deze resultaten binnengekomen? Wat vindt u hiervan? Ik ben niet optimaal verrast. Ik ben heel blij dat VVD toch stemmen heeft gewonnen. Als een van de weinige partijen hebben wij toch verhoudingsgewijs een behoorlijke winst gemaakt. Wat mij de bevestiging geeft dat we op de goede weg zijn. En dat we nu met het nieuwe, absoluut betrouwbare, enthousiaste team kunnen gaan knallen. Zodat Boksel weer weet dat VVD bestaat hier. We hebben de kans gekregen, we blijven erin en we zullen ons laten horen.
Een interessant punt is denk ik dat Balans heeft natuurlijk een geweldige groei gemaakt nu. En misschien dankzij een van die punten, omdat ze sterk voor de autotunnel zijn. Uw partijprogramma, daar stond ook in autotunnel. De vraag die ik nog aan u heb, gaat u echt voor dezelfde autotunnel als Balans? Oftewel een autotunnel waar je, ja, wat gewoon geld kost, of een tunnel die geschikt is voor auto's? Kijk, VVD is altijd eerlijk gebleven. Als een besluit genomen is, democratisch besluit, dan zijn wij goede democraten en dan conformeren wij ons daaraan. Is er een mogelijkheid dat er extra geld zou komen, zijn wij uiteraard voor een autotunnel. Maar wij gaan dit niet aan de mensen beloven als we op voorhand niet 100% zeker weten dat dat kan. Het budget is er nu niet voor. Nu is er een mogelijkheid om de tunnel die er ligt ook voor auto's beschikbaar te maken, waarmee het niet per definitie een autotunnel is. Dat is wat wij op de eerste plaats zeker willen. Dat kan, dat is financieel mogelijk. Wij gaan geen toezeggingen doen waarvan we op voorhand niet weten of we die kunnen waarmaken. Dat is het verschil. En daarmee hebben we minder zetels binnengehaald. Nou, dank u wel. We gaan even kijken of we nog meer mensen hebben. Kijk even naar de regie. Nee, dan stel ik voor dat we teruggaan naar Geert. En misschien dat we nog eventjes terugkomen, maar voor nu ja, bedankt. Daar zijn we weer, hier. Het wordt een beetje, nu wordt het iets gezelliger, hè? Ja, het sfeertje begint even. Ja. Echt goed komen, ja, zeker weten. Ja, naast mij burgemeester Mark Buijsen, dank. Hoe is zo'n avond voor jou? Ja, gewoon leuk en spannend ook. En dan vragen mensen, ja, waarom heb jij spanning? Omdat iedereen het spannend vindt, ja, gaat dat mij ook bekruipen. Ik bedoel, ik vind het gewoon belangrijk dat we meer dan 50% gehaald hebben. Dat vind ik als burgemeester gewoon echt spannend. Omdat ik vind dat we gewoon draagvlak moeten hebben voor de volgende, ja, voor de volgende periode. En dat hebben we behaald. En ja, nu is het aan de partijen. Maar het is een prachtige en superspannende avond geweest. Ja. Ja. Hey, je had het inderdaad al over het percentage wat is gaan stemmen. Ja. Inderdaad. Als we dan bij het gemeentehuis kijken, dan ging het in één keer wop, omhoog. Ja, het is natuurlijk het centrum en heel veel mensen die boodschappen gaan doen, gaan dan ook gelijk eventjes in het centrum stemmen. Dus van oudsher gaan meer mensen in het gemeentehuis stemmen, omdat ze dat stembureau goed kennen. En omdat het natuurlijk, ja, heel veel mensen komen er meer in het centrum dan in de andere wijken natuurlijk. Ja. En de lijsttrekkers en alle partijen zijn natuurlijk heel druk de afgelopen weken geweest, hè, met campagne voeren. Hoe ga jij daar als burgemeester mee om? Nou, ik aanschouw het en ik vind het geweldig wat ze gedaan hebben. Want als je weet wat het betekent om al die plakplaten te plakken, met treintjes rond te rijden, in die gemeenschap te zijn, avonden te organiseren. Ja, dan ben ik trots op al die partijen hier in Boksel. Want die hebben er tenslotte toch ook voor een groot gedeelte voor gezorgd dat wij hier vanavond die 50% gehaald hebben. Dus ik ben echt trots op al die mensen die daar in meegedaan hebben. Ja. Ja. Ja, en vanuit de gemeente zelf, hè, hoeveel mensen zijn eigenlijk betrokken bij deze stemmingen? Je bedoelt medewerkers? Ja, losstaand van de partijen. Ja, ontzettend veel. Ik denk dat er op het stembureau zitten overal mannen 4, 5. Dus ja, als je dan 15 stembureaus hebt, nou, dan kun je dat berekenen. En dan hier intern nog. Ja, voor sommige mensen, bijvoorbeeld de Sabine van Hoofd, die heeft het een beetje begeleid hier. Ja, die heeft heel veel mensen die hier binnen meewerken met haar om überhaupt het stemmen mogelijk te maken. Er moeten hokjes neergezet worden, de stemkaarten moeten zijn, er moeten processen ingeregeld worden. Nou, vandaag zijn we op pad geweest met broodjes voor de mensen die in het stembureau zaten. En dan zie je echt wat er allemaal in een dagtijd overeind getoverd wordt. Want ik denk dat heel veel mensen, althans, ik vond het heel bijzonder om te horen. Ik sprak net iemand die ook hier werkt en die zei, ik ben vanmorgen 5:45 begonnen met het opbouwen. Dat is echt waar. Ja. Met het tellen moeten we vanavond tot zeg 3:30, 4 uur ja, door. Ja, ja, ja. En morgenochtend om 8:30 sta ik gewoon weer op het gemeentehuis. Ja, maar zo werkt het. En dat gebeurt. En die mensen die, we zeggen wel eens wat over ambtenaren. Maar als je ziet hoe betrokken ze ook zijn bij dit proces. Hè, dan vinden zij ook belangrijk dat het goed verloopt. Want je moet hier geen keer donder hebben met de verkiezingen. Dat moet gewoon echt goed gaan. Ja, en dan zie je ze gewoon een week lang dag en nacht werken om te zorgen dat het goed komt. Ja. Er zijn er zelfs bij waarvan ik zeg aan het eind van de week van joh, neem eens een dag vrij, want dit wordt gewoon te veel. En nogmaals, ik heb heel veel complimenten voor al die medewerkers van ons die dit vandaag mogelijk gemaakt hebben. En je hebt het gezien. Ik heb alleen maar hoeven te presenteren en het draaide als een tierenlier. Geweldig. En laten we even naar de uitslag kijken. Hè. Voorlopig combinatie 5 zetels, Balans 5 zetels, SP 3 zetels, CDA 3, Inbox 2, PvdA GroenLinks 1 zetel, D66 3,
VVD 1. Kunnen we zeggen dat balans deze stemming, hè, met plus 712 zetels en VVD deze stemming de grote winnaar en de grote verliezer is? Nou, ik weet niet, nee, de VVD is niet de grootste verliezer volgens mij, want die hebben aan stemmen niet veel ingeleverd. Mm-hmm. Het gaat er een beetje om, wat heb je de vorige keer gedaan en wat heb je nu gedaan. En je ziet dat in stemmen de combinatie en balans stuivertje gewisseld hebben. Dus die hebben er heel hard aan getrokken om daar net boven te komen. Ja. En ja, voor de rest verschuift er niet heel erg veel. Er zijn er een aantal die er net een zeteltje afkijken. Ja. Waar ligt het, denk je, aan jou, dat in één keer het volk eigenlijk hier uit de omgeving in één keer voor een andere partij kiest? Ja, ik vind de verschuivingen nog niet zo heel erg groot, hoor. Dat moet ik constateren. Ik vind wel dat balans het heel knap gedaan heeft, door de zetel erbij krijgen. Het heeft natuurlijk ook te maken met wat er speelt op dit moment. Hè. Er zijn een aantal grote onderwerpen. PAS speelt, dat is volgens mij de allergrootste. En dat verdeelt ook een beetje de gemeenschap hier. Ja, en dan moet je maar afwachten hoe dat dan in stemmen er weer uit gaat komen. Ja. 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 En ook bijvoorbeeld, volgens mij was het, zeg ik het goed, Liemde, waar combinatie in één keer een hele grote uitschieter had. Van oudsher natuurlijk, hè, dat zie je ieder jaar wel een beetje. En dan hadden ze dit keer ook weer, dus een behoorlijke uitschieter in Liemde. Ja, die partij heeft zijn wortels in Liemde en dat zie je dan in het aantal stemmen gewoon terug. Ja. En als je kijkt naar het landelijke, of laten we kijken naar de hoofdstad. Daar zien we dat GroenLinks bijvoorbeeld heel erg omhoog gaat. Hier is dat weer iets lager. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik vind dat heel moeilijk te verklaren. Ik denk, PvdA is natuurlijk op dit moment een beetje moeilijk. Dat hebben zij er nog aangekoppeld zitten. Ja, dat zou misschien ook van invloed kunnen zijn. Ja, dat is voor mij heel moeilijk te verklaren, hoor. Ja. Dat zou ik zo ook geen 1, 2, geen verklaring voor weten. Hoe ziet voor jou nou de komende periode eruit? Nou, vooral afwachten, hè. Mensen gaan met elkaar het gesprek aan. En op een gegeven moment kom ik daar wel bij te zitten om in het kader van mijn portefeuilles, veiligheid en zo, misschien wat in te brengen in het programma, als ze dat wensen. Maar ik denk wel dat iedereen daar wel van uitgaat. Want dat vinden zij ook allemaal belangrijk. Maar het is nu aan hun om met elkaar in gesprek te gaan. Daar blijft de burgemeester heel ver van weg. Je houdt je bezig even met andere zaken. Ja. Nee, maar dat is ook echt aan de partijen. De burgemeester staat boven de partijen ook. Het maakt voor mij niet uit. Er komt een coalitie. En er komt een college. En dan gaat de burgemeester weer fris mee aan de slag. En dan gaan we kijken wat we weer gaan doen. Dus zo zit het leven van een burgemeester in elkaar, Geert. Ja. Ik wens je heel veel succes. Ja. Dank voor je komst en het was een fantastische avond. Jullie ook bedankt. Dank. Jullie hebben tenslotte vanavond, en dat vind ik echt een compliment waard. Voor het eerst op afstand zo'n live show in elkaar gezet. Ik heb gezien wat jullie in de regieruimte hebben daar. Hoe jullie met elkaar samenwerken vind ik heel, heel, heel erg knap. Ja. Een groot compliment voor Dommeland. Dankjewel. Fijne avond nog. Ja, hetzelfde. Ja, nu thuis, het zit erop. Dit was hem. De verkiezingsavond hier vanuit het gemeentehuis in Boxtel 2018. Het was een enerverende avond. Lange avond. Uiteindelijk vind ik het eerlijk gezegd vanuit mezelf nog best wel snel gegaan is. Winnaars, verliezers. Ik wil u nog een hele fijne avond wensen. En dank voor het kijken. En bovenal wil ik alle vrijwilligers van Dommeland Live die hier vanavond aanwezig zijn, alle mensen die zo keihard hebben meegewerkt om deze uitzending tot stand te laten komen, bedanken dat jullie hier vanavond jullie avond hebben opgeofferd om dit te maken. Geniet van uw avond thuis. Graag tot de volgende keer. Dag.